shut off down in the Delete! Today! Bang! The how's it? Omroep Delft is vandaag bij te land, ter zee en in de lucht. We gaan kijken wat er allemaal te doen is. Dames, kunnen jullie jezelf voorstellen? Mijn naam is Roos Broersen. Hoi, ik ben Bart van der Zijden. En wat doen jullie hier vandaag? Wij organiseren vandaag de Waterdag voor het 35e lustrum van het DSC. We bestaan 175 jaar en dit is niet een feestje voor alleen onze studenten, maar we willen het ook een feestje maken voor de hele stad. En de laatste keer dat er dan in de lucht is georganiseerd is precies 25 jaar geleden bij ons 30e lustrum. Dus we dachten wat mooier om bij een nieuw lustrum van een lustrum het weer terug te brengen. Het is de bedoeling dat de deelnemers allemaal de schans afgaan. Dat gaat in een behoorlijk tempo, dus ze moeten remmen. In een vak aangegeven op de schans zelf. Dan moeten ze met een zelfgemaakte constructie moeten ze bij de bel zien te komen. Maar de college moet dus wel aan een bepaalde eisen voldoen. Als ze er echt de klakken mee gaan zien of we vertrouwen het niet, gaat veiligheid natuurlijk altijd voorop. Okay. Jullie hebben niet zelf iets gebouwd uiteindelijk? We hebben tuigraps aangemaakt. We hadden gehoord dat de karren ook aan wat regels moeten voldoen. Wat voor regels zijn dat? Vooral breedte, hoogte, regels, maar dat is ons fiets sowieso wel goed. Voor de rest, hij moet kunnen remmen, hij moet kunnen sturen. Nou, dat kan een fiets ook. En voor de rest, ja, zijn niet heel veel regels. Gewoon je best doen, denk ik. 3, 2, 1, go! Zijn de jury vandaag? Ja, wij zijn de jury vandaag. We mogen alle mooie karren gaan beoordelen. Ja. En jullie zijn nu nog bezig met de bordjes maken? Ja, zeker. Zodat we goed kunnen zeggen wie de beste is of niet. Oké, we moeten nog even knutselen. En wat zijn de scores die jullie kunnen geven? Ja, nou, we kunnen eerst kijken naar 3 aspecten. Dat was de snelheid, hoe ludiek ze naar beneden gaan, dus hoe leuk de car versierd is en zo. Ja. En ten derde de duurzaamheid, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hoe we dat gaan beoordelen, die laatste, moeten we nog even kijken. Maar, En is het een split decision, dus je moet meteen je score omhoog gooien of kunnen jullie even overleggen? Nou, we gaan heel even overleggen met elkaar, maar we gaan wel vrij snel de scores omhoog gooien. Je moet ook niet te lang nadenken op zulke soort momenten. Ja, ja. En wat is de uiteindelijke prijs? Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet, maar daar is vast over nagedacht. Ja? Maar als jury... staan we daar volledig buiten. Wij gaan gewoon puur beoordelen en wat ze uiteindelijk krijgen, dat maakt me ook eigenlijk geen nee, grapje. Ja. Wat vind je van het evenement vandaag? Nou, ik vind het echt ontzettend leuk dat het Delftse geest een beetje omhoog wordt getrokken door dus wel engineering en een beetje dingen bouwen samen te brengen. En ik ben echt trots op iedereen die hier vandaag in car naar beneden durft te rijden, want ze geven natuurlijk ook wel een beetje hun eigen veiligheid op het spel. Nou, dat vind ik wel leuk. En je wilde zelf niet meedoen vandaag? Nee, wij hadden helaas al een plan, maar... Nee, ik vind het heel erg leuk, maar wij gaan niet meedoen zelf, helaas. Dit was Omroep Delft. Tot de volgende keer. Maar ze zijn er. Maar wordt er nog gebeld, is de vraag.